Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft recent updates gegeven over het starten van het landelijke woningbouwprogramma van de regering Suntoki. Hij benadrukte dat de eerste fase al enige tijd geleden is begonnen in Reeberg. In deze fase zijn gebieden verkaveld waar honderden mensen grondpapieren voor hebben ontvangen, maar nog geen toegang hebben gekregen tot de gronden. Naast Reeberg zijn er 5 andere projecten in het vizier voor ontwikkeling, zoals Richelieu in Komewijnen, een project bij Hazard in Nikeri en Crepy in Charlesburg. De start van de infrastructuurontwikkeling in Crepy stond aanvankelijk gepland voor 14 november 2023, maar is uitgesteld vanwege verplichtingen van de president. Volgens de minister wil de president persoonlijk aanwezig zijn bij deze activiteiten. Zodra de gebieden zijn ontsloten, zullen de bewoners zelf kunnen starten met de bouw. Fase 2 van het programma wordt voorbereid met een focus op het zoeken naar investeerders voor woningbouwprojecten via publiek-private samenwerking. De regering zal samen met China 350 huizen bouwen in Reeberg, een project dat dateert uit 2019 en een geschenk is van de Chinese regering. Tijdens een recent bezoek heeft een Chinese delegatie de plattegrond en goedgekeurde bouwtekeningen overhandigd. De aanbestedingsprocedure wordt nu opgestart door het vertrek van de delegatie. Het ministerie van Openbare Werken zal het gebied gereed maken voor bouw en voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. De minister benadrukte dat als alles volgens plan verloopt, dit project volgend jaar daadwerkelijk van start zal gaan. De minister bracht onlangs een bezoek aan de prefab woningfabriek Broad Homes Suriname PC Factory in Smalkalden. Hij constateerde dat de huizen daar overwoekerd zijn en de kostprijs hoog ligt, beginnend bij $30.000 per woning. Het project kan doorgaan als er genoeg mensen zijn die dit bedrag kunnen betalen, maar er moet nog een definitieve beslissing worden genomen. Er zijn gesprekken geweest met de fabrikant om de prijzen te verlagen zodat het aantrekkelijker wordt voor potentiële kopers, zoals ambtenaren. De minister benadrukte dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. Als het bedrijf akkoord gaat, kunnen binnen 2 weken tientallen huizen worden gebouwd, aldus Noor Mohammed.